Ik ben Henk Antonijs. Ik was net 16 jaar toen Nederlands-Indië capituleerde. Ik woonde in Bandung. Mijn vader was deurwaarder bij het departement van rechtszaken. We hoorden het van Japanners in Galant, midden Java. Ze rukken op naar Bandung. Nou, het was echt beangstigend. En wij woonden eigenlijk aan een hoofdweg, op weg naar een bepaald punt in Bandung, waar eigenlijk een stelling was van kneelmilitairen. We zagen de militairen optimistisch al juichend langs ons huis gaan in vrachtauto's. En een paar dagen daarna heel stil langs ons huis ongewapende kneelmilitairen. En toen wisten we al, ja, nederlaag tegen de Jappen. Nederlaag tegen de Jappen. Dat was wel beangstigend. Mijn vader heeft het einde van de oorlog niet gehaald. En een neef van me werd in de chaos die toen was doodgeschoten. Ik ben in Indonesië blijven werken, maar uiteindelijk met mijn vrouw en mijn dochtertje in 1958 naar Nederland gekomen.